Het is waarschijnlijk een van de grootste topics op dit moment in de wereld. Ik denk wel de grootste topic in de wereld. World War 3. Het is insane hoe snel mensen zijn met memes verzinnen toen Trump iets tweeten, of er gebeurde iets tussen Amerika en Iran, waaronder dus dat ze een generaal hebben gebombardeerd. Het is echt insane hoe snel mensen zijn met memes gewoon. Het is echt binnen een minuutje. Binnen 5 minuten staan de eerste memes al op TikTok, op Reddit, op Instagram, overal. Dus vandaag gaan we kijken naar een paar van die World War 3 memes. Want ik heb er een paar tussen gezien die zeiden echt, dat gaat helemaal nergens meer over. Als je dit natuurlijk leuk vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer van dit soort meme-rientjes. En laten we dan maar beginnen met de allereerste meme. When FaZe Clan gets drafted for World War 3, but the general won't let them trickshot. Years of academy training wasted. Wat? Als je FaZe Clan kent, jongens, dat was een hele goede trickshot clan, of wel de beste trickshot clan op Call of Duty. En Call of Duty zegt het al, hè. Oorlogje spelen. Ja, ik begrijp het wel. Ik bedoel, als je niet mag trickshotten waar hun het beste in waren, hè, je kunt verder niks, ja, dan ben je gewoon zwaar de lul. Oh mijn god. My family when the recruiting officer comes to our house. Hashtag World War 3. Oh, zo kan het niet zijn. Maat, allemaal in een rolstoel. Oh mijn god. Nee, zo kan je echt niet zijn, grap. Ja, het is niet alsof ik dan denk van met mijn familie, ik ga in een rolstoel zitten. Want dan word je namelijk ongeschikt verklaard. Maar ja, weet je, als dat je plan is, ga je gang. Als je daardoor onderuit wil komen dat je waarschijnlijk in dienst moet. Volgens mij in Amerika is er zoiets. En volgens mij ook hier in Nederland, tot een bepaalde limiet. Maar als je er zo onderdoor wil proberen te komen, ja. Hey, ik zeg alleen maar creatief. Oké, ja, dit ben ik dus. Laughing at World War 3 memes, kind of being worried about World War 3. Oké, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik lach er nu om. Echt waar, ik lach er echt om. Ik vind het echt, ik vind de memes die er voorbij komen, echt prachtig. Maar er is ook een klein beetje zorgen voor in de toekomst, wat er natuurlijk gaat gebeuren. Want memes zijn grappig, de situatie kan op dit moment een beetje grappig zijn. Maar het is wel serieus wat we uiteindelijk moeten gaan nemen. Het is niet niks, laat ik het daarop houden. Het is niet niks dat er speculaties zijn van een World War 3. Laten we niet vergeten wat er gebeurd is vroeger. Kijk, zorgen maakt me niet heel erg. Maar er is wel het gevoel van, wat kan ik verwachten in de toekomst, zeg maar, hiervan. En het is best, op dit moment is het nog wel grappig. Maar er gebeuren nu al dingen, op dit moment dat ik dit aan het filmen ben. Ja, die zijn wel serieus. Iran declares war on USA. UK declares war on Iran. Germany declares war on France. Everyone, yo Germany, hold up. What the fuck are you doing? Germany, war is war. Oh mijn god, maat. Oh. Duitsland gaat hier nooit meer vanaf komen. Ik zweer het je. Duitsland gaat nooit meer hier vanaf komen. War is war. Luister, de Duitsers hebben hun tijd gehad, ja. De Duitsers hebben hun tijd gehad. Het is klaar. Duitsland, blijf er lekker buiten. Niks meer doen. Cause you will fuck up again. Oh god. Iranians preparing their air forces for World War 3. Wat? Dit kan echt niet. Dit is vliegende tapijten. Laten we niet vergeten, jongens. Elk land heeft een militaire kracht. En niet elk land is skeer. Om het even zo te zeggen. Ik begrijp. Het is... Ja, ja. Zo kan je niet zijn, maat. We moeten niet vergeten, elk land is militair gewoon gevaarlijk. Het is wel grappig. Yo, deze sluit perfect aan op 2019. Gewoon perfect. If World War 3 gets serious enough, we might finally see Area 51 technology in action. Yes! We willen het zien, Trump. We willen Area 51 technology zien. Er is geen ontkomen aan. Het gaat gebeuren. Area 51 technology gaat een ding zijn in 2020. Ik heb zo'n goed gevoel. We gaan het eindelijk zien. Laten we hopen dat we het nooit waarschijnlijk gaan zien. Als er een moment is dat deze shit gebruikt moet worden, deze Area 51 technology is het nu. Sta op. We doen dit. Jongens, hoe komen mensen hier nou op? You thought you were safe from the draft because you are artistic, but they just put you a special force. Dit, echt, like, serieus, ik, ja, creatief man, ik zweer het je serieus. Kijk, iemand die een verstandelijke beperking heeft in special forces, sinds special forces best wel gewoon, ja, nog even een extraatje zijn, maar hij is leuk bedacht. Als je denkt dat je er onderuit komt, hey, you're going into special forces, bro. I'm doing my part to stop World War 3. What have I done?
Met een plaatje dat die Trump... wie zet hij bij elkaar? Oh, hij doet een hele groep bij elkaar. Oh, shit. Met wie? Hassan Houani? De Iran Army en de United States Army. Allemaal in een groep. Hey, fellas. En dan van... oh, dan van Peaky Blinders. No fucking fighting. Oh, echt, geloof me, luister. Ik vind, ja, je kunt het proberen. Ik bedoel, hey, niet geschoten zal tijd mis. Letterlijk niet geschoten zal tijd mis. Ja, ik denk dat Trump en heel veel van die andere gasten best wel veel van dit soort groepen nu hebben in hun DM. Het is leuk geprobeerd. Oh. Pay to win players showing up to Iran met een Iron Man pak. Oh, jongens. Pay to win. Nou ja, het is wel leuk, want bijvoorbeeld Trump zegt dat hij al 2 triljoen dollar aan nieuwe military equipment heeft gespendeerd. Dus, ja, de pay to win. I don't know. Het is wel echt insane. Even zonder grap. Het is insane. Als je het vergelijkt met andere, nou ja, leiders, denk ik, van Amerika. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar zover ik het heb gevolgd. Is Trump wel heel snel dat hij dingen heel snel, zeg maar, beslist. Onder andere dus ook de 2 triljoen dollar aan nieuwe military equipment. Zegt eigenlijk al genoeg. En dat deze man Twitter heeft en allemaal dingen op social media plaatst. Luister, ook al zijn het maar woorden, het zijn wel zijn woorden. Dus het is heel... eigenlijk is het heel gevaarlijk wat hij allemaal zegt. Zoals, ik zweer shit you not, ik ben dit nu aan het opnemen en hij tweette net iets over dat Iran nooit nucleaire wapens zal hebben. Luister, klop het nou maar gewoon af. Dat zijn enge dingen op social media te plaatsen, grap. Het gaat je terugbijten, zoals dit, hè. Trump, Siri, what can I get a grilled queso and salami? Siri, okay, sending a jet to kill Wasim Soleimani. I can't be asked. Oké, voor de mensen die het niet weten, hierdoor is dus al deze rumoer ontstaan. Trump heeft dus zeg maar een hele hoge, belangrijke Iranese generaal om het leven laten brengen. Door middel van een raket te schieten op volgens mij een cargo, zeg maar op zo'n cargo airport. Daar was hij. En Trump dacht, schiet er gewoon een raket op en dan zijn we er klaar mee. ja, daardoor is dit dus allemaal ontstaan. Oh, maat. Oké, deze was best wel heftig inderdaad. Toen ik deze ook zag, dacht ik van holy nate, wat is deze man eigenlijk aan het doen? Dude started World War 3 by killing a leader. Niet gebeurd, maar ja. Then dropped the flag like it was his cult emblem, I'm dead. Deze man, en dit vind ik best wel heftig. En dat is dus ook de kracht van social media. Hoe je eigenlijk zo kan uiten. Het was letterlijk net gebeurd dat hij dus die generaal had geëlimineerd, om het even zo te zeggen. En hij dropte opeens de Amerikaanse vlag op social media. Zo van, hier, like Amerika. Kijk, het is grappig, maar dit is ook wel waar ik het net over had. Het is serieus. Dit is serieuze shit. En inderdaad, hij dropped the flag like it was his cult emblem. I'm dead. Ik begrijp het. Het is ook een soort van grappig. Maar je moet wel begrijpen dat dit echt wel hard kan aankomen. Hè? Dit was... Dit is lijp wat hij deed. En deze man nogmaals. Als het gaat om Trump. Trump is een savage. Trump is een savage op het internet. Oh mijn god. Where are we dropping? Het gaat echt nergens over. Like... maat, where are we dropping, boys? I cannot be asked. Ik kan legit... I cannot be asked. Maar hoe kom je hier ook op? Maat, ik ben aan het opnemen. Ik ga net een Switch kopen. Joejoe. Oké, Mick moet dus nooit gedraft worden voor deze shit, want het gaat niet werken. Meneer gaat de Nintendo Switch kopen. We gaan op vakantie, dus dat kan. Maar als hij bijvoorbeeld Fortnite voor op de Switch gaat kopen en hij gaat dit soort shit droppen... nee, grapje, Mick, love you. We all need to respect the United Nations decisions. United Nations criticize the US. US, fuck European. Like, pff, I don't care. What? Ja. Ja, fuck your opinion, ja. Letterlijk, Amerika denkt zo. Trump denkt zo. En het is echt eng. Het begint heel eng te worden. Dus jongens, dat was het einde van de video voordat World War 3 echt losbarst. Ik wil jullie nogmaals zeggen dat ik dit best wel serieus neem. Alleen, ik vond het gewoon heel erg grappig om even een paar memes te vinden. Maar ik neem het best wel serieus wat betreft de situatie op dit moment tussen Amerika en Iran. Deze shit moeten we serieus niet lichtelijk gaan aanpakken. Best wel, nou ja, ik wil niet zeggen, we hoeven ons geen zorgen te maken. Anyway, ik hoop dat jullie nogmaals hebben genoten van deze video. Druk natuurlijk
nog eventjes op dat blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jou weer gewoon de volgende keer in mijn nieuwe video. Laters!